Welkom bij Spel en Zonde. Leuk dat jullie weer kijken. En dit keer met jullie een blik werpen op de Prodigals Club, uitgegeven door CG. Het is een spel voor 2 tot 5 spelers waar je ongeveer 40 tot 90 minuten mee zoet bent. En in dit spel probeer je jouw welvaart, jouw populariteit en jouw vrienden te verliezen. We gaan met elkaar de strijd aan over de loop van 5 rondes om in deze 3 categorieën omlaag te gaan op de score. Want uiteindelijk is het getal wat het hoogst blijft hangen jouw eindscore. En degene die dus in het geheel het laagste uitkomt, zal de winnaar worden van dit spel. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in de box zit. Het spel is bedacht door Vladimir Succi, die ook de maker is van Lost Will. Hetzelfde artwork en thema komt ook wel overeen. En we krijgen de spelregels in het Engels. Op zich overzichtelijk, met een uitleg van alle verschillende acties die we kunnen doen en de eigenschappen die daaruit voortkomen. Met mooi veel voorbeelden. Verder krijgen wij de spelersbordjes waarop wij een aantal figuren voor ons aan het werk kunnen zetten. We krijgen onze vrienden slash familie track waarop we bijhouden hoe onze populariteit is onder onze vrienden. We krijgen deze stukken waarmee we het hoofdbord gaan maken. Hier worden de stemmen van de spelers bijgehouden. De beurtvolgorde. En hier ligt nog een bonuskaart. En dan heb je 3 verschillende dubbelzijdige borden, afhankelijk van de hoeveelheid spelers. Voor de 3 verschillende thema's. Hier kun je je welvaart aanpakken. Hier kun je je vrienden, je sociale scores omlaag werken. En hier kun je je populariteit, je stemmen omlaag proberen te krijgen. Dan hebben we verschillende kaarten voor de verschillende borden. Bezitting, start, eigendommen voor elke speler. Markers voor een speler in zijn of haar kleur. Nog wat bonustegels. En grootmoeder en de vriendenfiches. Dat is wat we krijgen. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. In mijn voorbeeld even opgezet voor 4 spelers, waarbij ik maar voor 1 speler alle onderdelen heb neergelegd. Elke speler kiest een kleur, krijgt een bordje, de actiemarkers in zijn of haar kleur, een beurtvolgorde marker, vote marker. Dit zijn eigenlijk de stemmen, de politieke stemmen, hoe populair je bent. Verder krijg je jouw 6 startgoederen. Je krijgt de ladder waarop jouw vrienden en familie liggen. De posities worden een beetje bepaald door de hoeveelheid spelers, alsmede de hoeveelheid stemmen waar iedereen mee begint, hoeveel bezitkaarten, hoeveel cash geld je hebt en hoeveel actiemarkers je hebt. Dan, beginnend met de speler rechts naast de laatste speler, dus in dit geval geel, moet hij een handicap nemen. Je hebt hier de handicaps staan op volgorde. Elke speler moet steeds een extra handicap nemen vanaf hier. Dus de laatste speler heeft geen handicap. De ene laatste speler krijgt 1 handicap. De tweede speler daarna 2 handicaps, 3 handicaps, etc. Dus als startspeler heb je wel eerste keuze, maar je begint met wat meer handicaps. Wat betekent dat ik in mijn geval dat ik meer stem heb, meer geld en nog vriendelijkere familie. Dus dat kost wel wat meer moeite om het weg te werken. Verder sorteer je alle kaarten op kleur en op het aantal symbolen wat erop staat. En dan ga je ze gewoon openleggen afhankelijk van wat er op de vakjes staat aangegeven. Dus hier ligt een witte en een blauwe. Dus we leggen een witte en een blauwe neer. En ik leg ze altijd een beetje zo dat je de speciale eigenschappen kan zien. Hier komen 2 witte te liggen en hier komt nog een blauwe te liggen. En dat ga je dus doen voor alle verschillende vakjes. Deze kaart wordt opengedraaid. En dan ben je klaar om te gaan spelen. Het spel duurt 5 rondes, worden bijgehouden hier met de rondemarker. En aan het einde van het spel ga je kijken waar je nog het meeste hebt. Of dat nou is in bezit, in vriendschap of in stemmen. En degene waar je het hoogste zit, dat is je eindscore. En degene die het laagste zit, gekeken naar de 3, die wordt dan de winnaar. Dus laten we maar eens gaan spelen. Beginnen met de startspeler en dan met de klok mee zijn de spelers 1 voor 1 aan de beurt. En als je aan de beurt bent, ga je 1 van jouw actiemarkers op pad sturen naar 1 van de verschillende acties op het bord. De borden zijn op dezelfde manier ingedeeld. Er zitten bovenaan actievakjes die jou de gelegenheid geven om alle kaarten in 1 vakje te nemen. Plus eventuele bonussen die onder de kaart staan afgebeeld. En er zijn altijd meer kaartvakjes dan dat er actievakjes zijn.
Dus en is dat vol, dan is het vol. Elk vakje kan maar door één hoedje bezet worden. Verder heeft elk bord nog een aantal eigen acties. En een unieke actie in de 5 kleuren. Oftewel, elke speler kan daar 1 keer naartoe gaan. De 3 borden komen ook overeen met de 3 verschillende manieren waarop je waarop je armer wilt worden. Dit is het bord waarop je je goederen kan verkopen of inruilen. Hier onderaan zie je dat je 2 keer een goed mag verkopen en dan krijg je de waarde ervoor -1 muntje. Plus hier zit een kleine klok die aangeeft dat als je een, op dit moment staat hij op een blauw goed, als je een blauw goed verkoopt krijg je nog eens een keer een korting van 1. Dus als ik die actie bijvoorbeeld zou doen en ik verkoop mijn 2 blauwe goederen, die zijn respectievelijk 4 en 5 waard, dan zou ik daar in principe 9 geld voor krijgen. Maar ik krijg per kaart 1 korting, dus dat is nog maar 7 geld. En ze zijn beide blauw, dus nog een keer 2 korting, dus dan krijg ik nog maar 5 geld daarvoor terug. En dan heb ik mijn bezittingen omgezet in cash. Dat is ook nog eens een keer belangrijk, want aan het einde van het spel is natuurlijk het cash geld en de waardes op jouw bezittingen jouw score. Maar bezittingen geven nog eens een keer een bonus van 3 muntjes. Dus die wil je het liefst omgezet hebben in geld tegen het eind van het spel. Bezittingen die je verkoopt, die verdwijnen uit het spel. Je kunt er ook voor kiezen om bezittingen te ruilen. Hier staat bijvoorbeeld een -3 boven, hier staat een -2 boven. Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, ik heb hier een hond die heeft een waarde van 6. Er ligt hier een zeilschip met een waarde van 3. Die ruil ik. Dat is, verschil is 3, dus ik hoef er niks bij te nemen. Zou ik bijvoorbeeld de ruiling doen van deze hond van 6 met iets van 2, dan is het verschil 4. Dus dan krijg ik naast, in dit geval de koets, ook nog een muntje om te zorgen dat je wel die eerlijke korting hebt verwerkt. Dus dat is een beetje wat je hier kan doen. Verder zijn er karakters. Jullie zien dat de kaarten onderverdeeld zijn in blauw en wit. Dat zie je aan de voorkant ook weer terugkomen, wit en ja, dat is meer een donkerrode rand. Dit soort kaarten, als je die koopt of neemt, die leg je gesloten voor je neer. Die gaan vast afgehandeld worden in de tweede fase van de ronde. In de eerste fase gaan we 1 voor 1 onze actiemarkers op pad sturen. En als we dat allemaal gedaan hebben, gaan we naar de tweede fase en dan gaan we de kaarten afhandelen. Die kaarten die met een donkere rand, die geven jou speciale eigenschappen. Hier mag ik ruilen, krijg ik 1 korting op. En die komen op deze track te liggen. Dus je mag daar in totaal 6 hebben. Als je er meer hebt, zul je andere kaarten moeten afleggen. Maar dat kun je zelf bepalen. Die witte kaarten, dat zijn eenmalige acties die je kunt doen. En die geven je verschillende mogelijkheden om stemmen te verliezen, om je familie te vervreemden of om geld weg te werken. Hè? Afhankelijk van waar je ze vandaan haalt. Die witte kaarten kun je spelen op het moment dat het jou uitkomt. In die tweede fase. En die mag je ook vasthouden op hand met een handlimiet van 4. Maar al die kaarten leg je in principe gewoon gesloten voor je neer. En pas in de tweede fase ga je ze afhandelen. Maar hier kunnen we dus onze inkomsten en onze welvaart proberen te downsizen. Hier kunnen we onze vrienden en familie van ons wegjagen. De kaarten geven ons daar weer mogelijkheden voor. En hier zijn gewoon mogelijkheden om ofwel 2 keer een stapje omlaag te gaan. 1, 2 en dan worden ze dus minder waard. Of je kunt hiervoor kiezen en dan mag je 2 keer kiezen of je links, rechts, boven, onder, etc. Je moet er wel rekening houden, die stapjes zijn verbonden. Je kunt niet vanaf rechts naar de andere kant van het bord springen en dan weer hier terechtkomen. Je moet altijd of omlaag of links of rechts of schuin. En je moet er even rekening mee houden dat ze niet door elkaar heen kunnen lopen als ze omlaag gaan. Dus deze man, die kan ik niet omlaag bewegen, omdat zij hieronder staat en dat eventueel of dat blokkeert. Dus ik zou eerst haar omlaag moeten bewegen en dan kan ik vervolgens hem ook 1 omlaag bewegen. Afhankelijk van de posities waar zij staan, kunnen ze je ook nog een keer symbolen geven. Zoals op dit moment krijg ik 1 paard. Nou, dat geeft soms weer mogelijkheden voor karakters die je koopt. Deze geeft in de tweede fase voor elk paard mag ik 1 stapje omlaag gaan op deze ladder. Dus op die manier kunnen ze toch ook wel weer iets toevoegen. Verder ligt er op het familiebord oma. Oma zorgt altijd heel goed voor de vrienden en de familie van jou. Wat betekent dat oma een positief effect heeft aan het einde van de ronde. In dit geval gaat zij kijken naar alle familieleden die zich op de 12, de 10, de 8 of de 6 bevinden. En die stuurt zij weer 1 stapje omhoog. Nou, daar kun je natuurlijk rekening mee houden door te zorgen dat ze daar niet staan op deze ronde. Of
en dat kan één iemand doen, is die kan hier een hoedje plaatsen en die is dan deze ronde immuun voor het effect van oma. Dus dat is wel weer thematisch grappig verzonnen. Tot slot hebben we hier het bord waarop we onze votes, onze stemmen weg kunnen werken. Ook hierbij heb je gewoon weer de mogelijkheid om kaarten te pakken. Als je deze kaarten pakt, krijg je dit fiche erbij. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Hier krijg je een stem minder en een van deze fiches. En zelfs hier kun je nog naartoe. En afhankelijk van de ronde waar we in zitten, krijg je dan een aantal toetertjes. En die toetertjes die bepalen aan het einde van elke ronde. Degene met de meeste toeters verliest nog een keer 2 stemmen. De 1 na minste verliest 1 stem. En de rest krijgt er een stem bij. En tot slot hebben we hier in het midden nog een paar posities. Een beurtvolgordespoor. Als je hier naartoe gaat, dan ga je als het ware inzetten op de komende beurtvolgorde. En je krijgt 1 zo'n bonusfiche. Nou ja, daar staat dus weer een stem af, een toetertje, je verliest 2 geld. Je mag een kaart verkopen met 1 korting, je mag je familie verplaatsen. Je kunt hier naartoe gaan, dan krijg je deze disc. Die geeft je gewoon 2 symbolen van alle symbolen die in het spel zitten. Dat kan natuurlijk handig zijn. Wederom voor die kaart die ik net liet zien. 2 paardjes extra. En dan weer 2 stapjes omlaag op het vriendenspoor. Of ik kan hier naartoe. Hier ligt een bonuskaart die je krijgt. En daar kun je ook weer gebruik van maken. Wat doen die groene tegeltjes? Met die groene tegeltjes kun je symbolen gaan maken. Als je 2 dezelfde symbolen naast elkaar legt, dan telt dat als 1 symbool. Verder zie je die vraagtekens. Ook daarbij, als je dat vraagteken verbindt met een symbool, dan heb jij weer in dit geval een paard erbij. Het is ook gewoon toegestaan om blanco op blanco te leggen. Je mag alleen niet een symbool tegen een blanco zijde leggen. Lukt het jou om een volledig vierkant te maken, dan krijg je voor eigenlijk die stip die je dan gemaakt hebt, krijg je een kleine bonus. Daarbij mag je 2 punten omlaag gaan op de score tracks. En je mag zelf kiezen hoe je dat verdeelt. Dus je kunt ofwel zeggen van nou ik verlies 2 muntjes, of ik ga 2 stapjes omlaag op mijn familiespoor, of ik verlies 2 stemmen. Of een combinatie ervan, 1 muntje, 1 stem, etc. En telkens wanneer je weer zo'n cirkeltje weet te maken, dus 4 fiches aan elkaar legt, krijg je die bonus nog een keer. En jullie zagen hem net al eventjes liggen. En als je dit figuur hebt, dan krijg je in plaats van 2 keer de bonus, maar liefst 5 keer de bonus. Dus die is ook wel weer interessant. Maar op die manier gaan de spelers dus 1 voor 1 hun hoedjes plaatsen bij de beschikbare acties. Zodra we allemaal onze acties hebben gedaan, gaan we naar de tweede fase van de ronde. En dat is het afhandelen van de kaarten. Ook dat doe ik altijd gewoon in beurtvolgorde. We beginnen met, in dit geval mijzelf. Bruine karakters, die leg ik hier neer. Witte kaarten mag ik spelen. Ik mag zelf bepalen in welke volgorde ik de karakters hier activeer. En wat ze slim hebben gedaan. Laten we zeggen, ik ga beginnen met deze. Die activeer ik door hem omlaag te schuiven. Dan zie je een vinkje van oké, ja, die heb ik gebruikt. Omdat je natuurlijk combinaties gaat maken met 6 karakters. Voor elk paardsymbool wat ik heb, mag ik een stapje omlaag gaan op deze ladder. Ik heb 1, 2, 3 paardsymbolen. De bezittingen die ik heb, dat paard heb ik helaas verkocht. Dus ik heb 3 paardsymbolen, dus ik mag 3 keer een stapje omlaag gaan. Nou, doe bijvoorbeeld 1, 2, 3 keer een stapje omlaag op deze track. Nou, met deze man mag ik iets ruilen. Krijg ik 1 korting. Eens even kijken. Nou, ik heb hier een huis van 6. Dat ga ik inwisselen voor een wijnkelder van 4. Dat verschil is natuurlijk 2. Ik kreeg 1 korting, dus ik moet nog 1 muntje van de bank nemen. En meer speciale acties heb ik niet. En dan kan ik eventuele witte kaarten nog spelen. Zoals hier heb ik er eentje die zegt voor elke. En dan ga ik natuurlijk eventjes slim doen. Koop ik eventjes dit huis. Hetzelfde prijs. Die zegt voor elk paars bezitting die je hebt. En ik heb er 3 nu. Verlies je een muntje. Nou, heb ik daar weer 3 muntjes weggewerkt. Kaarten die wit zijn en eenmaal gespeeld gaan gewoon naar de aflegstapel. En dat doet vervolgens paars, geel en groen. En tot slot gaan we even kijken naar wie heeft de meeste toeters. Laten we zeggen dat dat geel was. Die verliest 2 stemmen. Hoppata. Groen had daarna de meeste. Die verliest 1 stem. En de rest krijgt er een stem bij. En dan is de ronde voorbij. Dan gaan we naar de volgende ronde. Dan schoon je alles op. Alle kaarten die er nog liggen, die gaan weg. Alle tegels en, die er nog liggen, die worden verwijderd en er worden nieuwe kaarten, nieuwe fiches en tegels opengelegd. En we beginnen de volgende ronde.
En die gaat op dezelfde manier. En zo gaan we 5 rondes spelen. En proberen we dus op deze 3 tracks zo ver mogelijk omlaag te komen. En aan het einde van de 5e ronde ga je je scores optellen. Je gaat kijken hoeveel punten heb ik aan bezittingen. Daar vertel je het cashgeld wat je hebt. Je telt de waarde van je bezittingen erbij. En voor elk bezittingenfiche wat je nog hebt aan het einde van het spel krijg je nog 3 extra muntjes. Dus dat is je bezittingenwaarde. Je gaat tellen de waardes van jouw vrienden en familie door te kijken waar zij op dat moment liggen. Die punten tel je allemaal bij elkaar op. En je gaat kijken naar jouw positie op het stembord. En dat geeft ook een waarde weer. En dat is ook de 3e score. Daarmee heb je dus 3 scores. Laten we voor mijn voorbeeld even zeggen dat ik nog 7 geld heb. 5 punten in vrienden en 1 stem. Dan is 7 geld mijn hoogste score. En dat is mijn eindscore. Dat gaan alle spelers doen. En degene met de laagste eindscore, die wordt de winnaar van The Protocols Club. En zo wordt het spel gespeeld. The Protocols Club is een vermakelijke worker placement spel waarbij we in plaats van proberen bruut te scoren, proberen zo snel mogelijk van alles af te raken. Maar aan de andere kant wil je ook weer niet te snel gaan op bepaalde vlakken. Want jullie zagen al dat bepaalde symbolen geven jou bonussen. En die symbolen helpen je om sneller geld kwijt te raken of sneller stemmen te verliezen of sneller je familie om minder tevreden te maken. Dus daar zit een beetje de balancering in. Wat ga je op welk moment wegdoen en in welke ronde probeer je welke doelstellingen te verwezenlijken. En die keuzes die zijn heel erg leuk om te doen. Verder is het thema vermakelijk voor de mensen die Last Will kennen. Daar is het natuurlijk ook voortgeborduurd. En er is ook een mogelijkheid in de regels beschreven waarbij je dit spel combineert met dit spel. Dus dan ga je nog weer een slag dieper. Maar het thema vind ik gewoon erg vermakelijk. Je probeert alles kwijt te raken. En kleine dingetjes zoals oma die jouw vrienden en familie weer blij maakt en omhoog stuurt. Dat is grappig. Het schreeuw met toeters waardoor je eigenlijk minder populair bent. Allemaal van dat soort kleine elementen die maken dit spel gewoon erg vermakelijk. Het artwork en de vormgeving is goed gedaan. En wat ik ook sterk vind is dat de symbolen helder zijn. Als je het de eerste keer speelt, zul je best wel eventjes zoiets hebben van zo, dat zijn een hoop acties en symbolen. Maar naarmate je 2 rondjes hebt gespeeld, is het eigenlijk vrij simpel en zijn de symbolen vrij logisch. En wat ze ook goed hebben gedaan, op de achterkant staat een legenda met alle verschillende acties eventjes kort uitgelegd. Dus ook dat is in 1 oogopslag te vinden. En dat maakt dat je je kan focussen op het spel en je eigen tactiek. De interactie onderling is in die zin matig. Dat je geen directe aanvallen op elkaar hebt, maar het zijn allemaal kleine wedstrijdjes. Een beetje inschatten, wat gaat iemand doen? Ga ik die actie voor iemand zijn neus wegkapen? Hoeveel toetertjes heeft hij? Welke karakters zou hij misschien graag willen? Een beetje inschatten wat je tegenstanders gaan doen en die acties voor hun neus wegkapen of dwarsbomen. Dat is waar de interactie in dit spel zit. Omdat de acties op zich heel snel gaan. Het heeft wel het gevaar van de analysis paralysis, dat mensen eindeloos willen nadenken over alle mogelijke opties. Maar als je dat niet hebt binnen je groep, dan gaat het eigenlijk vrij soepel. En heb ik daar geen problemen of nadelen aan ervaren. Er zit natuurlijk een kleine geluksfactor in de hand van de kaarten en welke combinaties je te pakken weet te krijgen. Dat gaat soms net iets beter dan andere keren. Maar over het algemeen is het een vrij tactisch spel en kun je toch goed vooruit te plannen en een beetje op bepaalde elementen te spelen. Vrij efficiënt je bezittingen en je punten omlaag te krijgen. En al die elementen bij elkaar maken de Protocols Club gewoon tot een erg vermakelijk spelletje. Het zit degelijk in elkaar. Ik vind het thema erg vermakelijk en het artwork ziet er ook goed uit. En de symboliek is sterk. En de vele keuzes die tegelijkertijd ook weer beperkt zijn. Omdat je bepaalde richtingen op wil of bepaalde scores omlaag wil krijgen. Want je kan wel proberen om al je bezittingen en al je vrienden te vernietigen. Maar als je dan nog met 30 stemmen eindigt, ja, is 30 je eindscore en was dit werk voor niks. Dus dat mixen, dat balanceren is leuk. En ook het een beetje kijken wat andere mensen aan het doen. En hoe kan ik die dwarsbomen, vind ik een tof mechanisme. En dat maakt de Protocols Club gewoon een goed spel, wat ik daarom een dikke 7 heb gegeven.
Not Spellenzolder.